Dit zijn de kaartjes voor de boogschutter van juni. Welkom allemaal. Like dit en abonneer je. Ik ga van jullie lieve boogschutters van aartsengel Michael kaartjes en verlicht je geest kaartjes. We gaan kijken wat de juni maand brengt en als het bij je resoneert, hè? Oké. Vraag om hulp en je gebeden zullen verhoord worden. Ik verwelk je om jullie hulp en ik vertrouw en ik volg jullie advies in dankbaarheid en genade. Ik heb een wonder nodig en ik vraag jullie of je een wonder op mijn pad willen sturen om deze situatie op te helderen. Dankjewel. Ik kan ook gewoon aartsengel Michael vragen, hè? Help me bij die en die situatie. Richt jezelf op een goddelijke en volmaakte gezondheid. Nou, dat is heel duidelijk, lieve boogschutters. Aartsengel Michael, mijn dank voor voortdurende geheugensteuntjes om mijzelf op een volmaakte gezondheid te richten. En voor het feit dat jullie me adviseren wat ik moet doen, zodat ik gezond blijf. Hier zit ook een maan achter, hè? Dus weet misschien dat je maangevoelig bent. Dat je misschien rustig wordt door lekker naar muziek te... Die volmaakte gezondheid kan ook tot rust komen zijn, hè? Kijk, als je alles met mate doet, dan ben je ook gezond bezig voor jezelf, hè? Je hoeft niet te gezond te worden, hoor. Daar gaat het helemaal niet om. Volmaakte gezondheid is ook angsten loslaten, bij wijze van spreken. Wauw, de engelen van liefde zullen jullie bijstaan. Behulpzaam zijn. Lieve beschermengelen van mijn tweelingziel, dankjewel dat jullie mijn tweelingziel en mij voorbereiden op de liefde. Dat jullie ons motiveren om gezonde veranderingen in ons leven te maken. Nou, die liggen er al, hè? En dat jullie ervoor zorgen dat wij elkaar zullen ontmoeten. Dankjewel dat jullie ons helpen elkaar te herkennen en de moed zullen hebben om hallo te zeggen. Zodat we uiteindelijk een werkelijke, intieme relatie zullen hebben. Mooi. Als het dus niet goed gaat in je relatie, dan ga je goed voor jezelf zorgen. En dan kunnen de engelen van liefde je ook zijn, helpen. Dit is ook als je gezond bezig gaat, dus ook alle angsten en twijfels loslaat, zeg maar. Dat dan die tweelingpartner, tweelingziel misschien... dat het tijd voor jullie om te ontmoeten. Omdat je dan ook weer goed voor jezelf hebt gezorgd. Daarvoor kan ik je natuurlijk ook helpen, hè, om alles los te laten. Maar er ligt ook, je verlicht je geest, hè. Dus misschien moet je meer vanuit je hart leven dan vanuit je hoofd. Maar we gaan eens even kijken wat die kaartjes zeggen. Het kaartje van grenzen. Dus misschien moet je toch ergens ook grenzen stellen met iemand. He? Tot hier en niet verder. Er wordt heel veel van jou gevraagd. Zie je al die handen die er naartoe gaan? Er wordt heel veel van jou gevraagd. Maar vraag maar aan Michael kracht ervoor. He? En dat jij niet alles op hoeft te lossen van iedereen. Dan komt de zusters van de rood. En dat is mystiekheid, schoonheid en toewijding. Nou, die schoonheid en toewijding, die ligt er ook, hè. Die volmaakte gezondheid is schoonheid en toewijding voor jezelf. En als jij gevoelig wil worden, ja, dan heb je die rust nodig. Dan moet je alles loslaten. En dan, ja, dan komen de spirituele gaven naar boven. Maar het zit al in jou, hè. Maar door te veel klutter, zeg maar, kon je dat niet zien. Maar als je om hulp vraagt en jij gaat dan verder goed voor jezelf zorgen, stress uit je lichaam halen, ja, dan komt die spiritualiteit eigenlijk ook boven. Oké, een roos die zich steeds opent. Prachtig. Die liefde, die gaat dus heel voorzichtig. Gaat dat ook open. Dus doe het gewoon rustig aan. Het gebeurt voor jou. Die roos is opengebarsten.
Er komt iemand aan en dan laat je die roos steeds verder open gaan. Rustig aan en dan komt die liefde gewoon op je pad of die verdieping van de liefde. Nou, lieve boogschutters, ik wens jullie een mooie maand toe vol liefde. En ik hoop jullie volgende maand weer te zien. Dag!